Hoi, ik ben Whitney, 31 jaar, getrouwd met Koosjean. En mama van de liefde van mijn leven, Jonis. Oh, ga je lekker eten? En ik ben freelance creative. We zijn inmiddels begonnen in de studio. Mijn allergrootste hobby is eten. Eten, 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 eten. Heel lekker. Ik denk dat ik elke spot in het centrum waar iets lekkers kan choppen wel ken. Dat deel ik dan ook graag met vrienden, maar nu samen met FC Centrum ook met jullie. Can't wait! Ik loop vandaag op de Haarlemmerdijk en ik neem jullie mee naar een tentje waar je de allerlekkerste tunameld kan eten. En dan denk je misschien, tunameld, dat kan je toch overal eten? Dat klopt, maar deze tunameld is echt something else. Dit is gewoon alles wat je wil op een broodje. Ze hebben ook de lekkerste salmon fishcake. Kijk even hoe dit eruit ziet. En wat ik me afvraag, hoe komt het nou toch dat deze broodjes zo mega lekker zijn? Daar gaan we vandaag achter komen. Hi! Hey, mag ik kijken hoe je het maakt? Want ik mag een kijkje nemen in de keuken. Alles gaat om timing. Dus voordat we met de tuna melt beginnen, gaat de salmon fishcake alvast de oven in om op te warmen. Wat is het geheim achter jullie tuna melt? Ja. Het geheim zit hem in de producten die we gebruiken. Alles is vers gemaakt. Ja. Bar, brood en een mayo. Dus de tonijnsalade die we dus gebruiken voor de tuna melt, die wordt vers voorbereid in onze aparte keuken. En dat maakt het gewoon zoveel beter. Wat het zo lekker smeuïg maakt, is die flinke klodder mayo die op het broodje gaat. En dan die tonijnsalade met dat gesnipperde rode uitje, verse kruiden. Nog wat tomaat erop voor de frisheid en dan de essentie van de tuna melt. De melt, de kaas, want dat is niet zomaar een kaasje, maar de Zwitserse emmentaler. Waarom gebruiken jullie emmentaler kaas? Normaal gesproken zou je denken echt smeltkaas. Nou, emmentaler is voor ons eigenlijk een beetje de smeltkaas die we perfect gevonden hebben. Het zal in de oven mooi smelten en alles samen kunnen voegen, maar het zal niet in één keer verbranden en knapperig worden. Dus dit houdt een beetje zijn vorm. Zacht. En de smaak van een kaas. Een goede smelter dus. Niet alleen perfect voor in de fondue, maar ook voor de tuna melt. Slim, had ik zelf nog niet bedacht. Daarnaast vind ik dat de notige, beetje zoetige smaak van de kaas dit broodje echt compleet maakt. Nou, snel de oven in ermee. Ik lust wel wat. En ik ben niet de enige. Mij wil die meneer koffietje. Martin. Je moet natuurlijk niet vergeten dat er mensen zijn die een koffie nodig hebben. Precies, mag ik een bestelling voor je opnemen? Je weet wat ik wil. Ik weet wat je wilt. Maak hem dan wat extra heet. Zeker. En ietsje meer cream. Zoals ik zou. Oké, Small World bestaat al sinds 1989. Eerst alleen als cateraar en daarna kwam het tentje op de Binnen Oranjestraat erbij. Naast die extra hete koffie hebben ze ook allerlei homemade taarten en dus die lekkere broodjes. Nou, terug naar de fishcake, want die is wel warm nu. Maar komt er wel een sausje op het broodje? Wasabi mayo gebruiken. Oh ja. En een sweet Thai chili sauce. Omdat er zo ook nog lekkere dikke plakken avocado op gaan, zorgt die beetje pittige wasabi mayo voor balans. Zodat het geheel niet te creamy wordt. Een beetje citroensap voor de frisheid, wat sla voor de crunch en tenslotte de fishcakes straight from the oven. Oeh, the good stuff. En niet te vergeten, de Thai sweet chili sauce. Heel lekker. Zo lekker. En hij is zo goed gevuld. Oh my god. Zoals jullie inmiddels weten, ik hou van eten. En dan vooral samen. Ik vind het leuk om samen nieuwe dingen te proeven en te proberen. Daarom vraag ik altijd of ze de broodjes in de keuken alvast kunnen halveren. Want het is lekker makkelijk. Dan kan je op deze manier samen delen. Deze ook, kijk dan. Oeh. En als het uit de oven komt. Looking good. Is dit het resultaat? Oh my god. Ik heb wel honger hoor. Nog wat ijsbergsla voor de crunch. En niet te vergeten de tabasco voor een beetje kick. Eet smakelijk. Dankjewel voor het laten zien. Graag gedaan. Ik vond het heel leuk om te zien. En ik vind dit gedeelte natuurlijk nog leuker. Mm. Dat is echt mijn lievelings. Mm. Love it. Dan kan ik nu hier een hapje van nemen. Kom maar. Kijk even hoe dit eruit ziet. Dit wil je toch? Ja. Krijgen jullie al honger? Komt ook gewoon doordat die extra mayo erop zit. En dan die kaas en die crunchiness van de sla. Amazing. En nu vraag je natuurlijk nog één ding af. Wat kost het? De tuna melt is €9.
En de Selma Fishcake is 11 euro. En voor wat je krijgt is het zeker waard. Heb jij nog een lekker broodje, tentje, maakt niet uit wat. Iets wat ik kan eten, waar ik heen moet. Laat het me weten in de comments en dan ga ik daar ook even heen.